De Vlaamse sportprijzen zijn weer uitgereikt en topsport Vlaanderen Baloise heeft de Vlaamse prijs voor sportverdiensten binnengehaald. Deze prijs bekroont een organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de sportbeoefening en de uitstraling van de sport naar de bevolking toe. Het is op maat gesneden van het project Topsport Vlaanderen, dat door het duo Walter Plankaert en Christophe Sercu wordt gedragen. Ze hebben van hun wielerteam een kweekvijver gemaakt voor de professionele wielersport en hebben jonge talenten wegwijs gemaakt op weg naar de World Tour ploegen. Het lijstje is indrukwekkend. Tom Steels, Serge Baguet, Mario Aerts, Leif Hoste, Björn Leukemans, Stijn de Volder, Frederik Willems, Maarten Wijnands, Jan Bakelands, Ben Hermans, Nicolas Maas, Christophe Godard, Sepp van Marke, Christophe van de Wallen, Maarten Nijens, Klaas Lodewijk, Thomas de Gent, Chris Boekmans, Pieter Serri, Laurens de Vreese, Sander Armé, Zico Wijtens, Kenneth van Bilzen, Michael van Staaien, Tom van Asbroek, Yves Lampaert, Jasper de Buist, Jelle Wallijs, Edward Teuns, Oliver Naassen, Victor Kampenaerts en zelfs een nationale trui met Preben van Hekken. Natuurlijk, het is geen erkenning voor dit project. Ik denk dat Walter en ik misschien de verpersoonlijking zijn van de ploeg. Maar het is eigenlijk een ganse ploeg die erkend wordt. Het gaat van de sportbestuurders tot de medewerkers, mechaniekers, verzorgers, ploegartsen, trainers, renners. Dus voor al die mensen is het eigenlijk een heel mooie erkenning. Minister van Sport, Philippe Muiters, mag in deze bekroning een bewijs zien dat de investeringen van de Vlaamse overheid echt het doel hebben bereikt. Het Vlaams sportjuweel ging naar Jaoud Achap, wereldkampioen taekwondo in de min-63-klasse. Hij is 23 en heeft in Vlaanderen zijn droom waargemaakt. Hij is in de armen gesloten door de topsportschool van Wilrijk en kan als een stichtend voorbeeld gezien worden voor de sportieve integratie. Ik denk dat we eigenlijk een prachtige atleet hebben. Iemand die vorig jaar goud heeft gehaald op de Europese kampioenschappen, dit jaar op het WK. Het is ook iemand die zich fantastisch integreert. Ik denk dat Schout een voorbeeld kan zijn. Hij is nog niet zo lang naar België gekomen en ook nog niet zo lang dat hij in de Vlaamse topsport meedraait. En als je dan ziet de manier hoe dat hij Nederlands spreekt, de manier hoe dat hij geïntegreerd is, dan denk ik dat hij een voorbeeld kan zijn voor velen.